willen we drie liederen voor u gaan spelen en zingen. Het eerste is You've Got a Friend. Als je je alleen voelt en bij de pakken neer gaat zitten, kijk dan om je heen. Kijk dan naast je, kijk dan voor je en zijn vrienden. Het tweede nummer is een instrumentaal nummer, Adagio van Falcao. En het laatste nummer is een Engels lied, God's Coloring Book. Eigenlijk is ons leven één groot kleurboek van God. Als je om je heen kijkt naar die mooie kleuren, nu in de lente al die frisse bloemkleuren, in de herfst de mooie herfstkleuren om zo te zeggen, het grijze van een oudere man, oudere vrouw met haar, of de roze wangetjes van een baby. Eén groot kleurboek van God. Thank you.
Today as I was walking in the field just down the way, I sat down and followed the present and away. And as I looked around me, the more some red and orange flowers.
Vinden het zeker niet gezellig meer. Zo komt er, nee hoor, ze gaan wat regelen. Zo komt er aan elke avond een einde. Dat is best jammer, maar het zijn ze. We hebben het als mannenkoor. En ik denk dat ik ook namens gitaar spreek. Gitaar is het. Dat we het graag voor u hebben gedaan. Als u zou willen applaudisseren, dan kan dat nu. Fijn, dank u wel. We moeten en we willen ook altijd een paar mensen bedanken. De volgorde wil ik dan altijd anders doen als van hoog naar beneden of van beneden naar boven. In eerste instantie onze evenementencommissie, die zijn net weggelopen. Henk Jonker en Bert Spaan, die hebben daar best een hele hoop werk aan gehad. En die willen we dus onze erkentelijkheid daarvoor als koor betuigen. Onze gastheer hier in de sporthal. Als je straks even naar beneden wil komen. Ik heb gehoord dat je in de fut gaat, maar vanavond ben je nog het haasje. De podiumploeg, zoals wij die noemen. De jongens, die een beetje vaste ploeg, die hier altijd het spul verzorgt. Je hebt 40 minuten gefixt dat je staat. Heel fijn, bedankt. We willen ook onze andere muzikale medewerkers bedanken, gitaren. We zijn heel fijn gegaan. We hopen het nog eens te doen. Fijn. Dan onze meneer Bredewaard. Echte kunstenaar. Ook een beetje kunstmaker. Wist bij de generale repetitie dus niet dat hij een stukje moest spelen, maar dat is voor hem geen moeite, dat doet hij zo even uit de losse pols, heel knap. Maar dat je het ook nog een keer steek vergeet, daar komt dan van. Want je lijkt nou, je wil natuurlijk ons uniform dragen, dat snap ik. Heel trap van. Johan, heel erg bedankt. Dan onze dirigent. Wat moet je daar zeggen? Hij schoot het me er net pas te binnen. Ik ben als voorzitter, jammer nou, ben 3 weken op vakantie geweest en we hadden afgesproken het zou een programma worden. Dus studeert hij me daar 3 van die vaderlandse slagers in. Dat ik denk, hoe kom je daar nou toch bij? Dat bedankt. Heel erg fijn om weer met je te werken. Wel thuis voor straks. We willen alle genodigden en alle aanwezigen, want zonder een publiek als u en zoveel als u gekomen bent, is het natuurlijk. Dat wil ik straks even zien. Is het heel fijn om ons te werken. Want met een lege zaal is een beetje mild voor ons. Die jongens van Leo hebben dat ook gedaan. Voorgaan in de dag.
Deze proefbloemen is dus voor de voorzitter. Maar dat is dus niet waar. Het is voor onze Evert. Dan wil ik nu graag afsluiten. Vader in de hemel, zo is er weer een einde gekomen aan een concert dat we hebben mogen doen. Wij danken u dat u in ons midden heeft willen zijn. Wij bidden u de naprediker te zijn van het evangelie dat door de liederen heeft geklonken. Wilt u ons allen veilig thuis brengen op de plaats waar we verwacht worden. Ook wanneer daar niemand wacht. Wilt u daar dan zijn met uw zegen? Wij vertrouwen ons aan u toe met de bede voor morgen een goede zondag, in welke kring of welke kerk we dan ook zijn. Niet uit enige verdiensten, maar uit genade en om Christus wil. Amen. Wel thuis. Waarschijnlijk verlangen ze dat iedereen heeft.